Welkom terug bij Voetbal Insight. U kunt nog steeds reageren via www.voetbalinsight.nl of sms VTB de spatie dan nummer 2200. Johan Derksen, Wim Kieft en Jan Kromkamp. Jan, aan jou eigenlijk ook de vraag. Hoeveel Valentijnskaart heb jij gekregen? Nul. Meen je dat nou? Ja, dat weet ik. Want mijn vriendin zag jou dit weekend. Die zei, nou, je krijgt vast en zeker heel veel Valentijnskaarten. Nou, ik ben gevleid, maar nul. Nee? Nee, helemaal niks. Nou, Wim dan? Twee telefoontjes gehad van mijn dochters. Oh, ja. Ja. Mooier is het natuurlijk niet. Terug naar het voetbal, want dat draait het natuurlijk allemaal om. De 21ste speelronde uit de Holland Casino Eredivisie. De 21ste speelronde met aandacht natuurlijk heel veel voor AZ tegen PSV. Toch nog een vrouwelijke kijker, Thea Misselander, voor jou, Wim Uddel. Wie is de tactische winnaar van zaterdag, Adriaans of Hiddink? Oh. Nou, dat PSV verraste wel, vond ik. Omdat ze eigenlijk datgene deden... furieus ook. Omdat ze eigenlijk datgene deden wat iedereen van AZ verwachtte. Ja. In het beginsel, de speelwijze van AZ is. PSV speelde echt heel goed, heel agressief op de helft van de tegenstander. Het was ook een hele moeilijke wedstrijd, want er was heel weinig ruimte, het veld was niet goed. Nou, dan moet je heel snel handelen, heb je heel weinig tijd. En ik vond PSV echt, met name in de eerste helft, heel goed ogen. Ze kwamen sterk uit de startblokken, zoals het zo mooi heet, Johan. Nou, PSV die dicteert in Nederland iedere wedstrijd. En tot mijn verrassing deze dat ook weer tegen AZ, ondanks de 0-0 stand. En ik vind echt PSV een beetje de morele winnaar. Het spel van AZ ziet er wat leuker uit. Ze hebben wat frivolere spelers. Maar PSV die speelt tactisch zo sterk. En dankzij Van Bommel, die is zo belangrijk daar. En in mindere mate Cocu. En die tractor die achter in het centrum staat, als hij de bal niet heeft, houdt hij echt alles tegen. Dus, Alex hebben het over, neem ik aan. Ja, dat is fantastisch. Kijk, ik zie zijn verdedigende kwaliteiten wel. Ik vind het alleen geen gezicht meer als hij mee naar voren hobbelt. Maar Van Bommel, die vind ik zo belangrijk dat ik PSV zonder Van Bommel, dat worden moeilijke tijden. Ja, maar dat is nog even niet het geval. Dit seizoen is hij er nog. Nou, dit seizoen is hij er nog. Maar Hiddink die haalt echt alles uit dit elftal wat mogelijk is. En ze dicteren toch iedere wedstrijd. Ze zijn nog nooit in paniek geweest. En dan af en toe loop je eens een keer tegen een nederlaagje op. Dat kan gebeuren, maar dat zijn incidentjes. Ja. Jan, toen kwamen er op een gegeven moment twee wissels aan bij jullie. Twee aanvallers. Je dacht, oh nee, hij gaat er toch geen verdediger uithalen. Dat is wat je dacht. Nou ja, ik dacht op een gegeven moment wel van wat gaan we doen eigenlijk. Ja, want op dat moment was het toch wel iets van of we gaan echt vol op de aanval spelen nog. Gewoon wat aanvallers eruit en gewoon wat vers bloed erin. Ja. En dat laatste deed hij gelukkig. Ja, en geen verdediger eruit, toch iets voorzichtiger. Normaal gesproken zou hij het wel gedaan hebben. Ja, ik denk omdat het wel een beetje tegen zijn natuur in was, denk ik. Maar ik denk gewoon achteraf gewoon een goede beslissing geweest. Ja, hoe heb je jezelf de wedstrijd beleefd? Hoe zou je je eigen wedstrijd willen omschrijven dit weekend? Ja, nou, dat ging wel goed, vond ik. Ik had bijna problemen met mijn tegenstander. Dat ging echt gewoon gelijkgaand op, vond ik. PSV in de eerste helft wat beter, wij in de tweede helft. En ik denk dat het gewoon een leuke wedstrijd was om te zien. Ik begreep ook, dat las ik althans in de Sportweek die morgen uitkomt, dat jullie onderling het gevoel hadden dat die oranje rivaliteit een beetje speelde. Jullie wel in de basis, die jongens van PSV er niet in. Ja, ik denk wel dat op een gegeven moment dat Hiddink denk ik wel zijn spelers zo op scherp heeft gezet. Natuurlijk wel een uitgelezen mogelijkheid ervoor, maar ik heb ook de Telegraaf gelezen toen ik in een vliegtuig zat terug vanuit Engeland. En daar stonden gelijk in 4-0 voor AZ. Ja, dat vind ik ook een beetje te ver gaan, eerlijk gezegd. Maar je voelde het wel in het veld, dat er extra hard gevochten werd. Ja, maar het was natuurlijk ook een wedstrijd tussen de nummers 1 en 2. Dus daar moet het ook gewoon op de scherp van de snede zijn natuurlijk. Anders verlies je gewoon. Johan Cruijff was vandaag in zijn column laaiend enthousiast over je. Kan bijna niet veel meer bijleren. Kan goed vooruit verdedigen, kan goed doorkomen. Wat vind je ervan? Nou, dat is leuk om te horen natuurlijk. Als Johan Cruijff dat zegt, dan het is niet een van de koekenbakken.
Nee. Nee, volgens mij ook niet, inderdaad. Nee. Dat is niet een andere koekenbakker. Wat vond jij van hem? Je hebt hem gezien natuurlijk dit weekend, de wedstrijd. Ja, nee, goed. Nee, goed. Maar hij... Ik heb hem natuurlijk van de week ook zien spelen. En hij... het straalt wat uit. Het heeft heel veel kracht. Het is soms nog, vind ik, iets te onrustig. Het kan nog rustiger op bepaalde ogenblikken. Want je hoeft niet altijd voor te willen komen, weet je, bij je directe tegenstander. Kan je ook wel eens risico lopen dat je er een keertje naast zit. Maar dat is natuurlijk ook aan de andere kant is dat ook zijn kracht. Maar maakt een hele sterke indruk. Maar de PSV... Ja, je kan je wel voorstellen hoe die naar Alkmaar komen. Ja, ik ben het ook niet eens. Die worden natuurlijk hartstikke gek van dat positieve. En het is ook terecht positief over AZ. Maar hun voelen zich toch een beetje miskend. Hun staan bovenaan, hebben een fantastische reeks. Hebben ze. Dus die hebben echt zoiets van, ja, maar wij gaan ons hier natuurlijk niet laten slachten door dat AZ. Nou, er komt nog een stukje bij met Van Bommel. Wat ik toch heel... Nou, ik vind het wel opmerkelijk dat hij gewoon niet speelt in het Nederlands elftal, hoor. Ik vind het onbegrijpelijk, Wim. Ja. Want Van Bommel is de vader van het succes van PSV. Die staan bovenaan, die maken de dienst uit in Nederland. Johnny Heitinga die is gepasseerd bij Ajax omdat hij er niks van bakt op een gegeven moment. Uit vorm, goede voetballer hoor, maar uit vorm. Galasek wordt geblesseerd en Heitinga moet invallen voor Galasek. En die staat meteen in Nederland zelfs al Heitinga. Terwijl die Ajax niet aan het voetballen krijgt. Dat is niet tegen Heitinga of tegen wie dan ook. Maar Van Bommel die heeft alle recht om een plaats te claimen. En het is onbegrijpelijk dat Van Basten deze beslissing neemt. Want hierdoor vind ik dat hij zich... echt onbegrijpelijk maakt ten opzichte van zijn spelers. Die hebben geen vertrouwen meer in. Ze kunnen hem niet meer volgen. En dan kan die wel, als jij hem een moeilijke vraag stelt op de persconferentie, dan kan die wel geheimzinnig glimlachen. Zo van, allemaal onder controle en... ik ben wel eens inconsequent, so what. Ja, maar hij heeft nou een grote jongensbaan. Hij staat niet meer op de golfbaan een balletje zo'n putje te doen. Nee, maar hij heeft ook een pittig gesprek gehad. Ik las in de Volkskrant dat Mark van Bommel had gezegd... ik heb het ook gezegd dat ik het belachelijk vind. We zijn nog niet uitgesproken, maar het is al een vrij pittig gesprek geweest. Wat vind jij dan eigenlijk van als AZ-speler? Want vind jij Van Bommel een goede speler of zeg je... Ja, ik vind Van Bommel een hele goede speler. Ja, en kijk, je snapt hem ook wel een beetje. Kijk, Heitinga speelt nu geloof ik 3 wedstrijden verdedigende middenvelden. Ja. En Van Bommel doet het al het hele seizoen gewoon hartstikke goed. Ja. Dus ik snap het wel. Wie vind jij beter, Landstad of Van Bommel? Landstad. Ja? Moest je dat zeggen of niet? Of vind je het echt? Nee, ik vind Danny een ontzettend goede voetballer. En het zijn misschien net dat twee andere types. Mark is denk ik wat verdedigend in het duel wat verneinigen misschien. En Danny is wat meer... toch wat meer technisch hoogstaan nog. Dus het zijn toch een beetje verschillende type spelers. Ja, maar Van Bommel in het Nederlands zelf, als ik jou zo hoor. Altijd. Ja, het is een geweldige speler. Ik word een beetje moe van het gezeur over dat hij een heel eigen leven gaan leiden. Iemand is ermee begonnen, ik zou niet eens weten wie. Is dat hij dan zo slecht omschakelt bij balverlies of zo. En dat achtervolgt hem maar. Maar ik vind dat wel reuze meevallen. Nou, ik geloof dat het wel Van Basten komt. Ja, dat is ook op een gegeven moment een verhaal in de media. Dat is ook door Van Basten inderdaad bevestigd. Dat hij daar vindt dat hij zijn man te vaak laat lopen. Dat hij dan wacht tot de bal weer in het spel wordt gebracht. Ja, zeg maar. Ik vind ook wel een paar kwaliteiten kan ik bij hem vinden die heel erg belangrijk zijn voor een elftal. En dat zie je dus iedere week bij PSV. Je ziet, hij is, Van Bommel is wel eens wat onhandig. Ik kreeg een gele kaart op. Wie maakt die actie nou? Ja, ten koste van alles wilde terugverdelen. Maar ja, goed... Het is wel een winnaar, hè? Voor het is een winnaar, het is een leider en hij is heel stuwend, vind ik. Maar zo vond ik hetzelfde. Hij heeft nu iets in zijn beleid van Basten van alles over één kam scheren, dezelfde behandeling. Maar ik vind het ook nogal gewaagd om Davids te passeren, hoor. Want David staat dan weliswaar niet in de basis in Italië. Maar die heeft in zijn interlandcarrière heeft hij dus eigenlijk iedere keer bewezen dat hij... Hij heeft het weekend weer niet gespeeld. Hè? Nee, hij heeft weer niet gespeeld. Maar dat hij dus een aanjager is voor het Nederlands elftal en een hele belangrijke speler. En ik denk, zo'n speler verdient toch wel iets meer krediet dan een andere speler die er nooit in staat, hoor. We hebben het over Davids. Dat vind ik een van de belangrijkste internationals die we hebben. En ik vind het nogal grof om zo'n man dan te zeggen, ja, iemand die niet speelt, die selecteer ik niet. Ik had voor Davids een uitzondering gemaakt. Die moet je erbij houden. Je maakt die man niet voor niks aanvoeren. Nee. Even een morele vraag tussendoor aangaande die wedstrijd. Max Schorrel uit Beverwijk. Er is ook iemand overleden tijdens de wedstrijd. Moet je een wedstrijd dan staken? Had de wedstrijd gestaakt moeten worden? Ja, maar ik weet natuurlijk niet of de mensen die daarover gaan dat op het juiste tijdstip te horen gekregen hebben. Ja. En zover als ik weet, in het betaalde voetbal in een vol stadion, als er iemand overlijdt, dan wordt de wedstrijd nooit gestaakt. Nee. Nee, oké, ik was toch even benieuwd naar wat jullie reactie daarop was. Gerard van Lem heeft al eens over jou gezegd, topspeler, geweldige mentaliteit, maar een beetje Jos Brink. Wat bedoelde hij daar nou mee?
Dat wist ik toen ook niet. Dat weet ik eigenlijk nog steeds niet. Heb nooit daarom gevraagd? Nee. Je hebt toch wel een meisje, Jan, hè? Ik heb een meisje, Jan. Nee, dat is Jan is gelukkig getrouwd, hoor. Nee, prima. Ja, dat klopt. Ik ben van de goede kant. Ja. Maar je hebt nooit gevraagd wat hij daarmee bedoelde? Nee, eigenlijk nooit. Dat heeft hij toen een keer gezegd in een interview. Een van mijn eerste interviews, geloof ik, was ik 19. Ja. Dat is al een tijd geleden. Gaat de tijd snel, inderdaad. Maar wat vond je van, Ajax dit weekend? Nou, niet heel goed. Tim van der Tuuk zegt uit Borne, een beetje, op zijn downs, een beetje wisselvallig, zegt hij. Ja, het was heel wisselvallig. Ze hadden nu natuurlijk een heel, wel een heel nieuw middenveld. Want Sneijder en Van der Vaart en Heitinga, die waren er alle drie niet. Maar hij is wel opmerkelijk, die Boukari. Dit was gewoon een voorzet, hoor. Ja. Dat gaf hij ook wel toe laat, maar dit was gewoon een voorzet. Ja, en met Davy Scholle in doel kun je juist niet verliezen, hè? Maar hij is toch elke keer staat hij er toch weer op een bepaalde manier. En dat hoeft hij niet voor zijn trainer te doen. Dat doet hij ook niet voor zijn trainer, denk ik. Want hij zal vinden dat zijn trainer hem misschien niet altijd heeft behandeld hoe hij behandeld moet worden. Want op het moment dat Mitea er weer was en Babel er weer was, ging hij er weer uit uiteindelijk. Maar ja, hij flikte toch elke keer die Boukari. Maar verder het was een hele matige wedstrijd was het van de kant van Ajax. Maar ik moet zeggen, ik vond die Lindgren ja. Een hele goede speler. Kan een hele goede speler worden. Dus. Schijnt het positiespel beter te beheersen dan sommige andere jongens, wordt er dan opeens weer geroepen. Maar... Ja, dat vind ik ook weer zo'n kreet. Ja. Een beetje een Ajax-kreet. Maar over kreten gesproken, El de Goeie uit Gouda. Het zou familie kunnen zijn. Denk je niet dat het tijd is dat Koeman opstapt? Ja, maar je kunt niet iedere trainer dwingen op te stappen wanneer het even tegen zit. Kijk, als het structureel is dat je geen hoop meer hebt dat zo'n trainer het elftal nog aan het voetballen krijgt, dan kun je zeggen, nou, kom maar. Maar als je ook weet, als ik hem wegstuur, dat kost een vermogen, en dan moet je er een ander even neerzetten, dat kost ook een vermogen en het lost niks op, dan denk je, nou, laat maar uitzudderen tot het eind van het seizoen, dan is het einde contract. Ja, nou, zei Johan Cruijff ook, het is eigenlijk opmerkelijk dat soort spelers, zoals jij en Boularus en ook Joris Matthijs in het Nederlands zelf dat zo goed doen, en dat de topclub zo hebben zitten slapen. Is er nooit een topclub geweest die keer heeft gezegd, Jan, kom eens langs? Nee. Nooit geweest eigenlijk. En ja, nu gaat het ontzettend goed met ons. En Scheringa die heeft genoeg geld, dus die staat ook niet te springen dat we natuurlijk spelers gaan verkopen. Nee. Maar als jij ziet dat spelers nu ook bijvoorbeeld bij Feyenoord Corey Gibbs of zo wordt gehaald of Bruno Basto, wat denk je dan als je dat ziet? Ja, dan denk ik van, dan kan die beter gewoon Nederlandse jongens halen. Maar ja. Ze hebben daar weinig geld, denk ik. Kijk, wij moeten dan toch, als wij gekocht moeten worden, dan wordt echt de hoofdprijs gevraagd. En Feyenoord kan dat gewoon niet betalen op dit moment. Maar... AZ heeft jou bij Go Ahead gescout toen je ook heel goedkoop was. En dat had dus Feyenoord ook kunnen doen. Ja. Kijk, bij Feyenoord hebben ze een hulptrainer, die is hier ook eens een keer te gast geweest. Die heeft 3 jaar lang met Boularus, geloof ik, in één elftal gespeeld. En die staat toe dat Feyenoord een vermogen uitgeeft om 4 buitenlandse verdedigers te kopen. Dan moet ik Petrovic toch even verdedigen. Dus gisteravond ook verteld dat hij wel een voorstel heeft gedaan bij Feyenoord, dat ze hem moesten halen, maar dat Feyenoord hem toen al niet kon betalen. Vorig jaar. Dan... Van een RKC kopen niet en wel 4 buitenlanders kopen, dat lijkt me sterk, zeg. Maar schijnen 1,4 miljoen te hebben gekost. Dat was toen voor Feyenoord al te veel. Nou, hij is niet voor dat bedrag naar HSV gegaan. Volgens mij is hij voor 1,4 miljoen naar HSV gegaan. Nou, het zal wel als jij het zegt, ik spreek jou niet meer tegen. Anders kom je weer met jeugdzonde om de hoek. Nee, dat valt ook wel mee. Maar dan krijg je opeens weer het verhaal, want ik heb hier echt 3 mailtjes tussen zitten. Is het lek boven? Die ga ik niet laten zien, want dan word je ook moe voor. Dat merk ik ook aan je vaak als dat soort dingen geroepen worden. Maar heb je het nou over die verdedigers of heb je het over Feyenoord? Ik heb het over Feyenoord. Nee, maar dan. We moeten nou ook weer net gaan doen alsof er alleen maar goede verdedigers in Nederland rondlopen. Nou, maar als je dan opeens Boularus, Matthijssen en... Nou, met 3 ben ik al heel blij, Wim, hoor. Nou, met 3, maar noem mij verder nog maar een paar op. Ja, dan ben ik... Nou, ik vind André Ooyer ook een goede verdediger. Nou, dat was wel een goede verdediger, toch? Ja, ik begreep ook niet waarom die er niet bij zat. Bij de selectie, nee. Wat ik ook niet begrijp, Jan, is dat ik hoorde... En ik hoor alles uit doorgaans goede bron, hè? Ja. En, dat zegt hij wel zelf, maar dat geldt precies. Maar dat Van Basten jou in eerste instantie afgebeld heeft... en later kwam er een telefoontje dat je toch mee zou gaan. Ja, dat heb ik ook een beetje gehoord, ja. Een beetje een Indianenverhaal. Als het dan wel zo zou zijn, zou je... Nou, even eerlijk, Jan. Als het wel zo is, zou je het dan vertellen of zou je het dan nee, ook? Ook niet. Dan zou je het niet vertellen? Nee. Nee, maar de bron die ik het hoorde, die kon het heel goed weten. Het is wel waar, maar ik begrijp dat jij... dat jij dit niet wil zeggen. Nee, nou goed. Ik ben niet gebeld, dus... dan hou ik het maar bij dan. Dat weet je zeker? Dat weet ik zeker, ja. Ja. Maar als je wel gebeld bent, ga je het niet vertellen, zeg je net. Dus dat zou kunnen. Ja, ik ben wel gebeld, maar dan dat ik erbij zat. Ja, oké. Okay. Die communicatiestoornis waar Johan het net over had, die is niet
heeft dit plaatsgevonden. Nee. Dat kan het trouwens even, want we zien een paar Feyenoorders voorbij komen. Andere clubs trouwens ook. Wat wil je eigenlijk zelf? Want er is natuurlijk veel belangstelling voor je. Maar wat is je eigen doel nu eigenlijk dan, daarin? Ja, nou ja, wat ik al zei, voor ooit een keer naar het buitenland toe. En kijk, het mooiste zou zijn als je daar een Nederlandse topclub tussen zou zitten. Ja, wij spelen met AZ nou ook zo goed voetbal en we staan gewoon tweede. Dus we doen nog steeds mee voor het landskampioenschap. Dus ja, dan kan ik net zo goed overslaan eigenlijk. Ja, dus hierna gewoon een topclub in het buitenland. En dat wordt dan Schalke 04 waarschijnlijk, want Niels Hallekamphuis gaat weg. Jij mag graag in de buurt van Apeldoorn verkeren, dus dan kun je mooi alles combineren. Ja, dat is 130 kilometer. Ja, dat is voor jou appeltje eitje. Appeltje eitje, ja. Nee, dat zou... Schalke is natuurlijk een ontzettend mooie club om te voetballen ooit. En dus dat zal een jongens erom zijn, denk ik dan. Hebben ze je al benaderd? Nee. Echt niet? Nee, echt niet. Is er naast Valencia een club geweest die je benaderd heeft? Nee. Ja, meneer Oudekamphuis, die dan plaats mag voor jou, daar lees ik dan van in de kranten, die wil de garantie van Schalke dat hij op het middenveld komt te spelen. Dan denk ik, joh, wees jij nou verdomme blij dat je rechtsback mag spelen daar in dat prachtige stadion voor dat vele publiek. En die heeft dan een pakket eisen, daar krijg je een paar te hik van. En clubs laten hun oren hangen naar dat soort eisen. Maar dat soort eisen stel je toch niet als voetballer? Je bent toch professional? Je wordt waanzinnig betaald. En dan willen ze ook nog eisen op dat nummer en op die positie. Want back, na verloop van tijd, wordt dat een beetje een ordinaire positie, dan moeten ze wat centraler lopen. Ik vind het wel. Maar in dat kader, je hebt over Nicky Hofs gezegd dat hij absoluut de 10 eiste, dat shirt wilde hebben op die positie wilde spelen. Ik heb me inmiddels laten informeren door mijn bronnen, die natuurlijk veel minder belangrijk zijn dan die van jou, dat hij dat gewoon eerst geweigerd heeft, dat hij dat shirt ook helemaal niet wilde hebben, maar dat dat vrij was gekomen omdat Buffel wegging. Maar hij heeft wel degelijk dat opgeëist. Dat had zijn voorkeur. En dan denk je, joh, zeg dat nou niet, want hij doet het hartstikke goed. En Feyenoord is blij met hem en het legioen heeft hem al in de arm gesloten. Maar ik vind het allemaal van die rare eisen tegenwoordig. Ja, het schijnt dus niet waar te zijn wat jij nu zegt. Hij zegt dus dat hij hem eigenlijk eerst nog geweigerd heeft, ook die team. Ja, daar geloof ik niks van. Nee? Nee. Wim, wat denk je in zo'n geval? Is het een bescheiden jongen of is het wel een jongetje met een beetje ballen die zoiets kan vragen? Nou, ik vind... sorry hoor, soms volg ik jullie twee niet helemaal. Nee, dat heb ik wel eens inderdaad. Nee, maar hij heeft geëist dat hij met nummer 10 wil spelen. Dat zei Johan inderdaad. En hij vond Johan dat hij bij Vitesse niet op de juiste positie speelde. Ja. Dan werd hij overal neergezet en hij wilde nummer 10. Als dat zo is, dan overschat hij zichzelf schromelijk. Als het zo is inderdaad. Ja. Maar het is wel een goede voetballer. Ja, ik vind dat hij het goed doet. Ja, hij doet het goed. Het is geen topspeler. Het wordt ook geen topspeler? Nou, dat idee heb ik niet. Maar dan neem nog niet weg. Niet iedereen hoeft een topspeler te worden. Dat kan wel. Het is wel een hele goede speler. Ja. Redelijk veelzijdige speler, ja. Oké. Ik vind hem beter dan Jean-Paul van Gastel in zijn creatie. Ja. Een beetje hetzelfde lichaam en zo. En ik vind dat hij is een kopje kleiner, denk ik. Jawel, maar ook zo'n beetje geblokte jongen. Ik denk dat het toch een jongen is waar het Nederlands zelfs wel bereikbaar voor is. Oké. Tot nu toe gaat het goed, Jan, of niet? Geen onvertogen woord, toch? Nou ja, gaat prima. Heb je wel een straf gekregen van Co? Vraagt Rob Parnes uit Berkel en schot zich af? Nou ja, wat Co allemaal doet, dat is in zijn optiek geen straf. Eitjes zoeken. Heb jij toen zo'n paas ei gevonden? Nee, die lagen er niet. Oh, dat was de grap. Ja. En jullie als volwassen mensen vonden dat top? Nou ja, achteraf, we hebben Europees voetbal gehaald, dus... Ja, daar zal het wel gelegen hebben, ja. Nee, dus ik raad alle trainers aan om te gaan zeggen... van jongens, we gaan paaseieren zoeken en er liggen geen paaseieren... en dan speel je Europees voetbal. Ja, wie weet. Ja. Maar je hebt dus nog nooit straf gehad? Nee, dat is allemaal een beetje... Kijk, Co is gewoon een man die gewoon alles vertelt en met een heleboel humor. En omdat hij altijd heel vaak op tv is... dan willen mensen al gauw een keer aan zijn poten gaan lopen zagen natuurlijk. Ja, is dat zo? Ja, merk je dat niet? Nee, daar merk ik niks van, heel gezegd. Maar dat gevoel heeft hij zelf wel eens inderdaad. Maar... Ja, nee, maar goed, bij ons doet hij het gewoon hartstikke goed. En ja, toen de tijd kun je zeggen of denken wat je wilde van. Maar achteraf hebben we Europees voetbal gehaald en daar ging het ons eigenlijk allemaal om. Maar het is wel grappig wat je zegt. Hij is inderdaad heel vaak op tv. Maar hoge bomen vangen toch veel wind. Dan is het toch niet zozeer dat mensen hem onderuit willen halen. Nou ja, maar goed, dan denken ze weer van achter. Komt Nadia aan zijn verhaal met een uitgedachte opmerking. En nou, ik moet altijd wel om lachen, persoonlijk. Ik maak me niet zo druk om. Je neemt hem niet serieus. Ik neem hem heel serieus, hoor. Ik neem hem heel serieus. Je zijn nog lang niet moe van hem, dat begrijp ik wel. Nee, ja, hij bevalt ons goed. We halen nog steeds... veel punten met leuk voetbal. Dat wil je meer nog. Veel punten met leuk voetbal. Daar gaan we zo meteen over praten na de reclame. Dan gaan we het uitgebreid over AZ hebben. En ook over de toekomst enzovoort van Jan Kromkamp. Tot zo.